Ja, welkom bij deze nieuwe editie van onze maandelijkse Market Outlook, waarin we het herstel van de markten, van onze markt, proberen vast te leggen en te volgen. Het is 25 september 2024 en we zijn terug in Aardehout na een verblijf van 2 weken in Noord-Amerika. Niet alleen voor interviews met Kitco, maar 2 congressen bezocht waarin we totaal meer dan 40 bedrijven waarin we hebben geïnvesteerd, het management hebben gesproken tijdens 2 conferenties. De eerste was in Beaver Creek en de andere was in Denver. En je ziet hier een groepsdiner met de CEO van Barrick Gold. Mark Bristow is hier aan het woord. En opvallend genoeg bleek Mark Bristow heel goed op de hoogte van alle details rondom Hercules Metals, de nieuwe koperinvestering in Idaho, waar wij net als Barrick Gold al heel snel een belang in hebben ingenomen. Dus dat was erg interessant om te merken dat hij dat heel erg op de voet volgt. Nou, de stemming in Noord-Amerika bij de congressen die werd steeds beter, want met de uitbraak van goud uit die zijwaartse trend die we 4 jaar hebben meegemaakt tussen 2020 en 2024, meanderde goud tussen de $1.700 en $2.100. Nu die uitbraak gezien de laatste maanden naar de $2.500 voor goud, zelfs de $2.500 doorbroken en niemand weet waar de nieuwe top gaat komen, maar het is een hele sterke rally. En gisteren op 24 september is ook zilver uitgebroken met een sterke beweging van 5% omhoog. Nou, wat er precies de reden is van die sterke goudrally, dat weet niemand zeker. Maar duidelijk is wel dat centrale banken nog steeds grote kopers zijn van goud. Je ziet trouwens in deze grafiek dat er duidelijk sprake is van een wereld voor 2008, de Lehman Crisis, de grote financiële crisis. En na 2008, toen centrale banken toch goud zijn gaan accumuleren. De laatste 2 jaar is dat in stroomversnelling gekomen. En wie is er dan met name actief? Het zijn met name de landen die actief zijn in die BRICS-alliantie met China voorop. We zien een explosie van de handel in goudfutures in Shanghai. De meeste goudfutures worden natuurlijk verhandeld in Amerika op de COMEX. Maar Shanghai, daar gebeurt iets heel bijzonders. En ik heb nog nergens een goede analyse gevonden wat daar precies aan de hand is. Mogelijk heeft het te maken met de plannen van de BRICS-alliantie die misschien later dit jaar worden gepubliceerd om toch goud een grote rol te gaan geven in hun handelssysteem of hun financiële systeem wat ze aan het voorbereiden zijn. Maar alles is daar nog over zeer onzeker. Wat we wel weten, dat steeds meer landen zich aangetrokken voelen tot die BRICS-alliantie. Zelfs Mexico, Turkije hebben aangegeven zich aan te willen sluiten. En daar wordt Amerika best een beetje nerveus over. En we zien de dollar wat dat betreft ook toch onder druk staan. Maar misschien wil Amerika dat wel, want een lagere dollar helpt Amerika ook op macrogebied. Kijken we weer naar die goudprijs, dan zien we dat die goudprijs dus de afgelopen jaren aan het stijgen is. En dat heeft vooral gevolgen voor de marge, zeg maar de winstcijfers van de edelmetaalproducenten, van de goudproducenten. Links zie je de groene staafjes, daar zie je de marge aangegeven. Is nu op elke ounce goud wordt meer dan $840 verdiend. En dat is fors meer dan we het afgelopen jaar hebben gezien. En dat verklaart de toenemende belangstelling van beleggers, ook meer generalistische beleggers, voor de winstgevendheid nu van edelmetaalproducenten. Nou, als je kijkt naar het mandje van de edelmetaalproducenten, dan kijk je naar de GDX, een ETF waarin de goudproducenten zijn vertegenwoordigd. En daar zien we een sterke uitbraak de laatste weken. Als je naar de kleine lettertjes onderin kijkt, dan kan je zien dat die groene lijn links begint in 2011. De top van de markt voor edelmetaalproducenten, ook de top van ons fonds. Daarna eigenlijk een hele lange dalende trend, een hele lange uitbodemingsfase met de laagste koersen begin 2016. Een hertest van die dieptepunten in maart 2020 en de afgelopen 12 tot 18 maanden hebben we die ondergrens, die groene ondergrens, nog een aantal malen getest. Nu dus de afgelopen weken een sterke uitbraak gezien. En we kunnen dus nu concluderen dat het herstel toch echt begonnen is. Onze net asset value, onze waarde per participatie, de NAV zoals we dat uitdrukken, is alweer boven de 70 gekomen. We staan op winst voor deze maand in september ruim 5%. En we staan ook op winst voor het jaar
En dat komt omdat ook de exploratiebedrijven beginnen te herstellen. Nou, wat voor ruimte hebben we dan omhoog als we naar de komende tijd, de komende jaren kijken? Hier zie je de GDXJ, dat is de ETF van de junior producenten, de kleinere edelmetaalbedrijven. En dat is een beetje een ingewikkelde grafiek, maar ook daar zie je weer die top in 2011, die hele lange daling tot 2015, 2016. Ook hier dat uitbodemingspatroon. En wat ook hier duidelijk is, is dat we uit die blauwe wedge zijn gebroken. En de beweging omhoog, de ruimte omhoog, ligt nu helemaal open. Want je ziet vaak dat markten terugkeren in een vergelijkbaar patroon als we zijn gedaald. Zie je ook weer herstel. En die beweging omhoog zou best wel eens meer dan 100% kunnen gaan worden de komende jaren. Want de waarderingen zijn wat dat betreft nog steeds extreem laag. Kijken we naar de index van de kleinere exploratiebedrijven, dan moeten we naar de Toronto Stock Exchange Venture Index gaan, de CDNX. Deze grafiek is nog ingewikkelder. Ik zal hem wat uitleggen. Links beginnen we in 2006-2007. Dus we hebben een top gezien voor de exploratiebedrijven eind 2007, begin 2008. Eigenlijk net voor het begin van de financiële crisis. Ons fonds begon in de zomer van 2008. Wij begonnen links bij de bovenste groene lijn, zomer 2008. En deze index staat nog steeds bijna 80% lager. En wat heel opvallend is, waar de edelmetaalproducenten al duidelijk zijn uitgebroken, is deze grafiek aan het einde gekomen, lijkt het, van een hele lange uitbodemingsfase die al rond 2016 begon. Ook hier die hertest in maart 2020 tijdens de coronacrisis met een nieuwe diepere bodem zelfs. En de afgelopen 12 tot 18 maanden regelmatig een hertest van die onderste groene lijn. Maar deze grafiek lijkt nu ook eindelijk uit te breken. En gisteren zagen we heel sterk herstel bij de betere exploratiebedrijven die soms 5, 10 of zelfs 13% in één dag begonnen te herstellen. We weten uit het verleden, kijk maar deze grafiek, in 2020 zagen we meer dan verdubbeling in hele korte tijd. In 2016 hadden wij in ons fonds een herstel van 70%. Over het hele jaar gerekend, dat herstel bedroeg bij ons in 2020 85% bruto rendement. En ook nu weer lijkt daar heel veel ruimte dus aan de bovenkant omhoog te liggen voor verder herstel. Kijken we naar deze grafiek. Ik heb hem al eerder laten zien. Hij is erg belangrijk. Hierin kan je aflezen dat al in 1974, 50 jaar geleden, er een top was in de waardering van grondstofbedrijven. In relatie tot de bredere beursindex. Dus als je kijkt naar hoe de waardering was van de grondstoffensector in relatie tot andere sectoren, dan was er dus een top voor de grondstoffensector in 1974. Dus we zijn eigenlijk 50 jaar lang in een soort correctiepatroon. Je zou het een ABC kunnen noemen. A, de eerste beweging 19 jaar naar beneden tot 1999. Daarna kortstondig herstel, relatief kortstondig herstel voor de grondstoffensector tussen 2000 en 2008. En de afgelopen 13 jaar dus ook weer een hele nieuwe sterke downtrend. En wij denken dat we nu een trendomkeer meemaken. En dat grondstoffen gaan outperformen relatief ten opzichte van andere sectoren. Waarom? Omdat er sprake is van een perfect storm. We hebben die geopolitieke spanning tussen Oost en West. Waar grondstoffen steeds meer een wapen worden. Het Westen is duidelijk bezig om zich te ontkoppelen van China. In ieder geval dat te proberen als het gaat om bijvoorbeeld de battery metals. Amerika en andere westerse landen zijn versneld bezig allerlei vergunningen te geven om eigen mijnen te gaan ontwikkelen voor die belangrijke metalen. En dat zou wel eens heel belangrijk kunnen zijn voor onze sector. We zien competitive tension, daardoor gaan waarderingen toenemen. En vergeet niet dat we ook dreigende tekorten hebben. We zien steeds meer tekorten ontstaan in de wereld van de grondstoffen. Dat is een lange termijn trend. En de debasement of currency, de geldontwaarding, zorgt voor een toenemende vlucht naar hard assets. We denken dat ook die trend doorgaat. Nou, die hele mix bij elkaar zou wel eens een sterke boommarkt op kunnen leveren voor grondstoffen. En ik vind dat we dat na zoveel moeilijke jaren ook een beetje hebben verdiend. Nou, kijken we naar deze grafiek, ook een bekende. Waardering inderdaad ook voor grondstofbedrijven ten opzichte van de S&P 500. Dan zie je heel duidelijk dat we op een extreem lage waardering zitten. Als je onderin deze grafiek zit, dan heb je een extreem lage waardering. We hebben na 1999 die hele sterke rally gezien voor grondstoffen. Waarbij grondstoffen het relatief dus goed deden tot
begin van de financiële crisis in 2008. Nu ook weer een diepe, dubbele bodem rondom 2020, 2024 met veel beweging omhoog. Nou, nog eventjes kijken naar zilver, want zilver ziet er erg explosief uit. Zilver heeft natuurlijk een top gezien in 1980 van $50. Dat zie je ook terug in deze grafiek, die erg gedetailleerd is. Zet desnoods de video stil en bekijk hem eens een keer rustig. Hij is ook online te vinden als je erop googelt. Een hertest van die top van $50 per ounce gezien in 2011. Dat viel ook samen met het hoogtepunt van ons fonds. Daarna weer een hele lange correctie. We zijn nu uit die blauwe, dat correctiepatroon gebroken. Het lijkt erop dat zilver terug kan naar de $40 en $50 per ounce. En het zal ons niets verbazen als we over een aantal jaren een zilverprijs zien die uitbreekt boven die $50 per ounce en richting de $100 per ounce gaat, omdat zilver echt schaars aan het worden is. Vrijwel al het zilver wat wordt gemijnd jaarlijks is in de industrie nodig als grondstof. Als beleggers zilver gaan herontdekken, dan kan het heel erg hard gaan. Hier zie je eigenlijk de huidige zilverrally in het zwart geplot ten opzichte van de vorige zilverrallies. En dan zie je dat zowel in tijd, de X als in prijs, de Y als zilver wat dat betreft nog veel ruimte heeft om verder te bewegen. Nou, naast het goede nieuws uit de edelmetaalsector hadden we ook goed nieuws uit de wereld van uranium en kernenergie. De slide flitste net snel voorbij. Maar er is een grote alliantie aan het ontstaan, met name ook in Amerika, om meer kernenergie in te gaan zetten. Met name ten opzichte van de techbedrijven. De techindustrie heeft heel veel stroom, heel veel energie nodig. Ook door de AI-revolutie. En het is duidelijk dat kernenergie veel meer gebruikt gaat worden de komende decennia. En wat dat betreft ziet dat er goed uit voor onze investeringen in uranium. Nou, tot zover deze update en graag tot een volgende keer.